Dit zijn Margreet, Ibrahim en Sandra. Ze hebben alle drie een ernstige aandoening. Margreet is zeven jaar oud. Ze is geboren met een hartafwijking. Ze is snel moe. Daarom kan ze op school niet meedoen met gym. Ibrahim heeft FSHD. Door deze spierziekte kan hij zijn gezichtsspieren en bovenlichaam steeds minder goed bewegen. Je kunt aan Ibrahim's gezicht niet zien of hij blij, boos of verdrietig is. Hierdoor wordt hij vaak verkeerd begrepen door zijn studiegenoten. Sandra heeft een afweerstoornis van het bloed. Ze is vaker ziek dan anderen en ze moet erg oppassen voor infecties. Hun aandoeningen zijn waarschijnlijk ontstaan in de baarmoeder van hun moeder, toen ze nog een embryo waren. Onderzoekers begrijpen niet hoe in die beginfase van het embryo afwijkingen ontstaan aan de cellen van hart, spier en bloed. Daarvoor is onderzoek aan menselijke embryo's nodig. Maar dat mag niet zomaar. Nederlanders denken verschillend over het beschermen van embryo's. De politiek bepaalt uiteindelijk wat onderzoekers wel en niet mogen doen met embryo's. Dat staat in de embryowet. Om het ontstaan van ziektes beter te begrijpen, gebruiken onderzoekers daarom nieuwe technieken. Ze proberen in het lab delen van het menselijk embryo zo goed mogelijk na te maken, een embryomodel. Een normaal menselijk embryo ontstaat als een zaadcel een eicel bevrucht. Bij een embryomodel gaat het anders. Onderzoekers nemen een huidcel van een volwassen mens. In het lab kunnen ze deze huidcel zo veranderen dat die cel zich gedraagt als een stamcel. Stamcellen kunnen nog van alles worden. Door de stamcellen in speciale voeding te laten groeien, vormen ze een structuur die lijkt op een embryo. Met dit embryomodel kunnen de onderzoekers zien hoe in de beginfase afwijkingen ontstaan in de cellen van hart, spier en bloed. Door beter te begrijpen hoe deze cellen zich ontwikkelen, hopen de onderzoekers dat ze in de toekomst bepaalde ernstige ziektes kunnen behandelen. Zoals de aandoeningen van Margreet, Ibrahim en Sandra. Maar hoe moeten we hier dan naar kijken? Wat is een embryomodel eigenlijk? Is het een nieuwe vorm van leven? In hoeverre moet het beschermd worden? En hoe moeten we het noemen? Deze nieuwe techniek biedt kansen, maar roept ook vragen en dilemma's op vragen die leven bij de onderzoekers, maar misschien ook bij jou. Wij zijn benieuwd naar jouw vragen en ideeën over embryo modellen.